Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe speler in de spotlight. Met vandaag Marlon Pereira. En we zijn vandaag in Grand Café Wouters. Just picture me high up with my top down on Highland and Sunset doing 85 on the top deck. Marlon Pereira, welkom in Café Wouters. Ja. Jij komt hier wel eens vaker of niet? Ik ben nog nooit geweest. Het wordt eerst nu en het ziet er gezellig uit hier. Je bent nu bezig aan je tweede seizoen bij Cambuur. Bevalt het nog steeds? Ja, zeker. Ik heb het ontzettend naar mijn zin hier. Ja, mijn tweede jaar, wat je net zegt. Vorig jaar minder gespeeld en dit jaar aardig wat wedstrijden niet gespeeld. Dus het valt me goed. Ja, je staat nu regelmatig op de rechtsback door het wegvallen van Wout. Hoe bevalt dat? Ja, goed. Ik denk dat ik goede wedstrijden heb gespeeld. Tegen Heerenveen een domper dan, een eigen goal. Hè? Uitgerekend tegen Heerenveen wil je natuurlijk geen fout maken. En dan uitgerekend tegen Heerenveen maak ik eigen goal. Ja, daar baalde ik wel ontzettend van. Maar het is voetbal, soms gebeuren die dingen. Nou, deze week staat natuurlijk Willem II op het programma. Jouw oude clubje. Hoe speciaal is dat? Ja, dat is wel heel leuk. Ik heb daar 5 jaar gespeeld. Ja, het is mooi om even terug te keren daar en hopelijk met 3 punten. En hopelijk fit? Hopelijk fit, ja. Ik heb nu last van mijn enkel. Tik gehad tegen Feyenoord en het gaat de goede kant op, dus ik hoop dat ik zondag red. Dat is mooi, dat hopen wij ook als supporters natuurlijk. En de supporters die zitten ook met een hoop vragen aan jou. En dan heb ik eerst een vraag, speel je wel eens FIFA? Ja, ik speel wel FIFA, ja. Leuk spelletje. Ik speel wel eens met Albert en Vitas. Spelen we als FIFA, ja. Want daar komt onze eerste vraag ook vandaan. Die komt van Vitas. Hij vraagt: did he ever try to play with another team on FIFA 15 instead of choosing Barcelona all the time? Ja, joh, dat is leuk. We hebben laatst gespeeld. Speelde het toernooitje. Speelde ik tegen Albert 2 potjes en tegen Vitas 2 potjes. Ja, die Vitas, ik ken helemaal niks van, joh. Hij zei dat hij me zou afmaken, maar volgens mij heb ik eerst potje 6-1 gewonnen en het tweede potje iets van 4-1 of zo. Dus hij moet nog veel leren, die jongen. Gaat het dan een beetje fanatiek? Hoe moet ik dat zien? Ja, gaat het best fanatiek, ja, moet ik zeggen. Vooral met Albert. Die jongen kent niet tegen zijn verlies. En, als ik win of score, dan laat ik hem graag weten dat ik heb gescoord. Dan gil ik wel eens. En die jongen dan wordt helemaal gek. En dan, wordt hij bijna die joystick op mijn hoofd slaan, zeg maar. Dus, dat vind ik alleen maar leuk, joh. Ja. Ja. Maar zijn dat ook een beetje jouw maatjes geworden binnen een team? Want je bent natuurlijk met Manu en Rietsmeijer had je vorig seizoen wel aardig een klik. Ja, klopt. Ja, zijn wel maatjes, ja. Met Dejan dan erbij. De jongens zijn hier meestal alleen. En ik ben hier soms alleen, soms met mijn gezin hier. En dan trekken we vaak samen op. Doen we wel wat leuke dingen naar de film. Of wat je zegt, FIFA spelen. En, ja, maar dat uitzicht dan ook wel op het veld, heb ik het idee. Want jullie willen wel voor elkaar vechten, of niet? Ja, dat is ook zo. Ja. Het is gewoon een hele hechte groep. En dat zie je ook terug op het veld, ja. Richard Roskam, die vraagt, in het begin van het seizoen was je wat ontevreden dat je geen basisplaats of een eerlijke kans had gekregen. Er werd zelfs gesproken over een vertrek. Hoe sta je er nu voor, nu Wout ook terug lijkt te komen? Ja, volgens mij sta ik er nu goed voor. Ik heb, wat ik net zei, ik heb mijn wedstrijdjes gespeeld. Ik heb het goed gedaan. Dus dadelijk is aan de trainer om een keuze te maken. En ik hoop dat ik blijf staan. En over die vertrek, ja, het was niet echt een, iets over vertrek of zo, hoor. Want ik was gewoon even teleurgesteld. Het was even emoties. Hè. En nu is alles anders. Dus zo'n vertrek was er totaal geen sprake van. Nee, oké. Okay. Martijn Visser die vraagt: komende zondag Willem II SC Cambuur. Waar ligt jouw hart meer? In Tilburg of toch in Leeuwarden? Dat is wel een moeilijke vraag. Ik heb daar toch 5 jaar gespeeld. En ik heb mijn debuut daar gemaakt. En ik heb een hele leuke tijd gehad daar. Het laatste jaar in de Jupiler League ging het wat minder met ups en downs. En we zijn toch gepromoveerd. En wat ik net zeg, ik heb een leuke tijd gehad daar. En, nu heb ik het hartstikke naar mijn zin hier in Leeuwarden, dus ik vind het een hele moeilijke vraag om een keuze te maken. Milan de Jong, die vraagt van welke club ben je fan en wie is je voorbeeld? Van welke club? Dan ga ik toch van mijn FIFA-clubje, dat is Barca. En, ik kijk veel naar Dani Alves, omdat het natuurlijk een rechtsback is. Ja, die heel veel
wil ermee opkomen. En verdedigen kan het nog wel beter. Maar ik vind hem een hele goede speler en ik kijk graag naar zulke spelers. Dus, Barça, ja. Hielke de Groot, die vraagt wat is het hoogtepunt in jouw voetbalcarrière en wat zijn je ambities? Waar zie jij jezelf over 2 jaar? Mijn hoogtepunt? Ik denk toch wel mijn debuut in de Eredivisie. Ik heb tot mijn 20e bij de amateurs gespeeld. Dat is een beetje een laadbloeier. En als je dan eenmaal je debuut maakt, dan komt je droom toch uit. En ik denk ook mijn eerste goal in de Eredivisie was ook bij Willem II. En dat zijn wel denk ik tot nu toe mijn hoogtepunten met de promotie van Willem II naar de Eredivisie. Angela Mabius die vraagt waar zou je als je mocht kiezen naar Cambuur willen voetballen in Nederland of buitenland en welke club? In Nederland. Dan vind ik Feyenoord een hele mooie club. Omdat ik zelf Rotterdammer ben. Ik ben daar geboren. En altijd als ik daar langs reed vroeger en in de open dagen ging ik wel eens bezoeken. Nou, dat was geweldig en dan droom je daar wel van. Maar afgelopen zondag was dus voor jou ook wel speciaal. Helemaal ook tegen Manu. Ja, klopt. Ja, tegen mijn maatje. Dat is een goede vriend van mij. Veel contact, dagelijks bijna. Dus het was heel leuk tegen hem te spelen ook. En ik ben blij dat hij het heel goed doet bij Feyenoord. Hè. En het was leuk. Ik heb hem zo moeilijk mogelijk gemaakt. Dus, En wat is jouw doel voor dit seizoen nog? Ja, zoveel mogelijk wedstrijden spelen voor Cambuur. En ik wil gewoon fit blijven heel het jaar. En hopen dat we zo hoog mogelijk kunnen eindigen. Dankjewel. En nou mag je aan Dejan Melek, die is volgende week de speler van de week. Okay. En mag je nog een vraag stellen? Oké, Dejan. Ik ben altijd DJ in ons kleedkamer. Maar je luistert alleen maar negermuziek. Maar je bent een Serviër. Hoe komt dat?